Thank you.
Ja, dit is de klompenmaker. Nou, welkom. Hoeveel klompen maakt u per dag? Nou, een hoop. Een stuk of 10. 10, vindt u dat een hoop? Ja, ik vind het wel een hoop hoor. Ga maar aan, hoor. Zo. Ga maar even zitten. Okay, hartelijk welkom allemaal hier in de klompenmakerij op Marken. Ik ben Joel, ik ben klompenmaker hier. Nou, we gaan dus een klomp maken. En heel belangrijk als je klompen maakt, het hout. Het hout dat we gebruiken, dat is populiere hout en dat gebruiken we vers. En dan is het nog makkelijk om te snijden. En wanneer dit hout droog is, dan is het juist weer heel licht van gewicht. En het allerbelangrijkste, het wordt waterdicht. Ja, want dat is de hoofdfunctie van een klomp, een waterdichte schoen. Want zoals we waarschijnlijk allemaal wel weten, het regent wel eens hier in Nederland. Jazeker. Je hebt ook de dauw in de ochtend, dus het gras is eigenlijk altijd nat. Vooral boeren die willen over het land kunnen lopen zonder dat je meteen natte voeten krijgt. En dan zijn klompen perfect, want je voeten blijven gewoon lekker warm en droog. Ander ding, op een boerderij zijn meestal ook dieren. Stel je voor, ik loop op de boerderij zo. La 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 la. En dan komt er een koe voorbij. Staat op mijn voeten. Nou, dat is helemaal geen probleem, want het is ook een hele goede veiligheidsschoen. Oké, nou, vroeger werd het allemaal met de hand gemaakt. Als je ook een mes is, dan dicht voor de buitenkant van de klomp. En voor de binnenkant heb je boren en hele scherpe lepels om hem uit te hollen. Ja, dat duurt best lang. Als ik het met de hand ga doen, duurt het ongeveer 3 uur om een paar klompen te maken. Dus hij gaat er lekker voor zitten. Ja, het gaat wel even duren hoor. Ja, nee, ik heb natuurlijk ook machines. En met die machine kan ik het in 5 minuutjes. Dit zijn de 2 machines die ik gebruik. Deze is voor de buitenkant en deze voor de binnenkant van de klomp. En het leuke van deze machines is, ze zijn heel oud. Ze zijn de allereerste type klompenmakermachine wat er bestaat. En ze komen uit 1906. Dus 115 jaar geleden ging het voor het eerst over van dit. Van dit naar dit. Nou, ja, vooruitgang natuurlijk. We kunnen ineens veel meer klompen maken. Alleen 115 jaar geleden was er nog geen elektriciteit. Dus hoe werd zo'n machine dan aangedreven? Met een stoommachine. Ja, wij vinden het leuk om het echt zo te doen zoals het vroeger ging. Dus we hebben een stoommachine hier staan. Hij komt uit 1913 en die staat onder druk. En daardoor kan die zuiger heen en weer bewegen. Die zorgt er op zijn beurt weer voor dat het grote wiel kan ronddraaien. Dat is met een riem verbonden. Aan deze as. En vanaf die as gaan er dus ook weer riemen naar mijn machines toe. En dat is precies hoe dat 100 jaar geleden overal in elke fabriek ging. En tegenwoordig is dit juist weer iets heel bijzonders. Want we zijn nog maar de enige klompenmakerij in de hele wereld die met een stoommachine werkt. Dus daar zijn we ook wel een beetje trots op. Oké, hoe werkt mijn klompenmachine? Die werkt net als hoe je een sleutel kopieert. Het is een kopieermachine. We hebben hier een mal en we hebben een aftaster. Die voelt waar het malletje is en die is weer in verbinding met een wiel met messen. En die twee die maken dezelfde beweging. Dus alles wat deze voelt, dat snijdt het mes weg. Nou, dat blokje hout en dat malletje die gaan ronddraaien. Als ze nou in dezelfde richting draaien, dan krijg ik een exact kopietje van deze mal. Dus dat is in dit geval een rechte klomp. Je kan ze ook tegenovergesteld laten draaien. En dan krijg je een spiegelbeeld en dus een linker. Dus op die manier maak ik links en rechts helemaal precies hetzelfde. Wil ik nou een andere maat maken, dan verwissel ik de mal voor een grotere of een kleinere. En op die manier kan ik alle verschillende klompen maken. Oké, nou ik denk dat ik wel even genoeg gepraat heb. Tijd voor wat, wat actie. Wel die uiteinde afsnijden, dat doe ik dan later nog met mijn mes. We hebben weer een mal.
Hiermee voel ik, hiermee snij ik en ze bewegen hetzelfde. Is dat je nieuwe vriend? Ik geef haar een kusje. Kusje is gewoon stiekje. Gaat ze kusje op de neus krijgen? Nou, hij snapte dan niet. Ik heet Javano. Zeg je? Ja. Javano. His name is Javano. Estefano. His name is Javano. Giovanno, what a beautiful name. Giovanno. Wat een mooie naam. That sounds very Italian, hè? Dat is voor mij, die lopen wel lekker. Dat is voor mij, die lopen wel lekker. Kijk, zo. Doe die er mooi in. Ja, oké. Okay. Hoppakee. Ja, een bosje bloemen.
Hou maar even zo vast. Kijk, dat kan jij al. Zo, dit stelt hij in. Yeah.